Huisvuil wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties al sinds jaar en dag. De restanten die daarbij vrijkomen, die noemen we bodemmas. En die bodemmassen kunnen naar bewerking toegepast worden in onder andere de wegenbouw. Dit is een proces dat al een aantal jaar speelt. We zijn begonnen om een toepassing te zoeken voor deze bodemmassen. Primair, en dat doen we sinds een aantal jaren, toepassing in de wegenbouw voor ophoging en aanvullingen. En de laatste jaren proberen we die ontwikkeling wat verder door te zetten en meer duurzame technieken en oplossingen te bedenken. Wij spelen daarop in door bodemmas niet alleen toe te passen in de GWW-sector, maar ook als grondstof te gebruiken voor deze industrie. Wij zijn leverancier van bestratingsconcepten voor de infrastructurele markt. Dat betreft dan betonstaatstenen en banden en tegels. Wij vinden duurzaamheid erg belangrijk en daarom hebben wij in onze range van producten ook groene concepten zitten. Waaronder bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating en waterpasserende bestrating. Niet alleen bij de productie kijken we naar het ontwerp van onze betonproducten, maar we kijken ook naar de duurzaamheid van de producten. En dan praat ik over het gebruik van secundaire grondstoffen. Een voorbeeld daarvan is dat we oude bestrating bij onze klanten gaan ophalen. Die laten we breken tot fracties die voor ons toepasbaar zijn. En die gebruiken wij weer in onze nieuwe betonproductie, zodat oude beton weer nieuwe beton wordt. Het proces van huisvuilverbranding tot grondstof voor beton is kort samen te vatten in een aantal stappen. De eerste stap daarin is dat we de bodemmassen hier ontvangen naar het verbranden van huisvuil. Die bodemmas die maken wij helemaal schoon. We halen daar metalen uit. Dat is zo'n 10% ijzer en ferrometalen. Vervolgens ontstaat er na keuring en certificering een bouwstof die geschikt is in de wegenbouw. En dit is dan tevens ook de grondstof voor Carnova. Carnova is een door ons ontwikkelde nieuwe bouwstof die zand en grind kan vervangen in betonwaren. Wij verwachten dat we 35% van de grindfractie uit de onderbeton dat we die kunnen vervangen door Carnova-granulaat. En dat betekent dat we ook weer een stukje bijdragen aan de reductie van landgebruik. De toepassingsgebieden voor Carnova die zijn divers. Op dit moment zijn we gecertificeerd overigens als eerste in Nederland om dit toe te passen in beton. Daarnaast kijken we in de toekomst naar andere toepassingen. Zo zijn we nadrukkelijk onderzoek aan het doen naar toepassingen in asfalt en ook nog naar een paar andere producten. Carnova leveren wij bij klanten door heel Nederland en dat doen we hoofdzakelijk over het water, omdat dat de meest duurzame manier is. We verwachten in de toekomst, en dat is dan in de nabije jaren, dat we van de 600.000 ton AVI-bodemmas die wij hier jaarlijks verwerken, een aanzienlijk deel toegepast gaat worden in andere producten dan dat nu het geval is.